Goedenavond allemaal en welkom bij de webinar Ter Zake met Vectovest, Vraag maar Raak. Het is vandaag zondag 19 november. Mijn naam is Tom van Ooyen. We gaan meteen van start met de eerste mail en dat is een mail van Jos. Jos die schrijft: Dag Tom, kan het startbedrag van $100.000 voor een portfolio verhoogd worden? Dat kan zeker. Ik ga het u even laten zien, Jos. Dus we gaan in Vectovest. USA, Europa, het maakt niet veel uit. Ik ga naar portfolio. Ik klik hier op My Portfolio. Vervolgens klik ik op Create Portfolio. De naam, ik ga dan gewoon 11 Jos noemen. En standaard staat dat inderdaad op $100.000. Nu, ik kan gewoon bijvoorbeeld hier dit bedrag hier aanpassen naar 150.000. Klikt op OK. En dan gaat u uw portefeuille openen. En dan gaat u zien, 2023 Jos, niet 100.000 buying power, maar $150.000 buying power. Stel dat je al een bestaande portefeuille hebt en je wilt dat bedrag verhogen, dat kan. Dan doe je gewoon manage portfolio, deposit cash. En dan kan je hier kiezen, ofwel geld afhalen, ofwel geld storten. 30.000 bijvoorbeeld. Ik klik op, geef dan een datum. Ik klik op oké. Ik heb precies iets misgedaan. Buying power 30.000. Moment. Deposit cash, 60.000, oké, een beetje vervelend dan toen, is altijd leuk. Ik heb natuurlijk nog geen één aandeel, hè. Dus ik ga nu bijvoorbeeld, welke portefeuille ga ik nemen, eens kijken, een dat niet meer actief is, Genius aan. Wacht, hier bijvoorbeeld is 1.800.000 buying power. Eens kijken. Nou, moet ik eerst de Genius afzetten. Dus edit. Genius off. Je kan enkel aandelen bijkopen, verkopen. Ofwel geld storten of afhalen. Als de Genius afstaat. De Genius, dat is hetgeen die dat eigenlijk automatisch gaat verwittigen als aandelen moeten worden verkocht of gekocht. Dus die moet je eerst afzetten. We gaan withdraw cash doen. Voor de 200.000. En dan gaan we inderdaad van 1.898.000 gaan we naar 1.698.000. Dus ik denk dat je eerst, Jos, het makkelijkste is gewoon My Portfolio. Create portfolio. En je begint die 100.000 en die verander je dan naar 150.000. Maar het kan dus ook met een bestaande portefeuille. En dan, maar dan moeten aandelen inzitten en dan kan je het bedrag dus ook verhogen via manage portfolio en dan deposit cash. En hier zie je ook, standaard staat het telkens op 100.000 en nu 150.000. Goed. Volgende vraag. Die vraag die komt van Karel. Ik had al schrijft, dag Tom, uw tabblad Home vind ik heel gestructureerd, omdat in verschillende quicklists duidelijk een overzicht te zien is van de stand van de indexen van de verschillende markten, de stand van TNX, VIX, FVX, IRX, RSPH, watchlist van de gevolgde aandelen. Het is mij echter ontgaan hoe we dat zelf zo kunnen klaarzetten. Wilt je dat nog eens tonen? Dus ik ga even laten zien waar Karel naar verwijst. Dus mijn homepagina. Dit heeft iedereen. De Dow, de Nasdaq, Dow Jones Transportation, de S&P en de Vectovest Composite. Nu, Karel verwijst niet hiernaar, want dat heeft iedereen. Karel verwijst naar hier, een aantal aandelen die ik ofwel heb gehad, ofwel overweeg om te kopen.
Hier ook een heel aantal aandelen. Voilà. Nu, hij verwijst naar hier ook. De quicklist. TNX, wat is dat? De 10-year Treasury. De VIX, die kennen we allemaal. FVX is de 5-year Treasury. IRX, dat is de ticker voor Treasuries op 13 weken, 3 maanden. En RSP, dat is de S&P 500, maar dan equal weight. Dat is altijd interessant. Ik heb dan ja, een real-time abonnement, maar zelfs met een end-of-day kan dat interessant zijn. Als je dan ziet dat bijvoorbeeld afgelopen vrijdag is de S&P met 0,13 gestegen, terwijl de equal weight is met 0,48 gestegen. En hoe komt dat nu? Ja, bij de S&P hebben natuurlijk een aantal aandelen een groot gewicht. Denk aan Google. Google vrijdag 1,3 gedaald. Denk aan bijvoorbeeld de Microsoft 1,6 gedaald. Eens vlug kijken, Nvidia, maar nipt in het rood. Maar dus, ja, daardoor, omdat die dan een groter gewicht hebben, zie ik dat de S&P afgelopen vrijdag zwakker heeft gedaan dan de S&P Equal Weight. Nu, de vraag van Karel is, hoe kan ik zo een quicklist toevoegen? Wel, Karel, hier op Home, klikt u op configureren. U klikt vervolgens op quicklist. En u klikt hier op configureren. Dan zie je hier zo'n leeg vakje. En dat gaan we dus aanvullen. Hoe doe je dat? Door terug op configureren te klikken en dan gewoon de tickers in te geven. PNX, en dan zie je het hier, dat is 10-year Treasury. Vervolgens doen we hetzelfde, dus terug configureren, VIX. En dan kan je eigenlijk gemakkelijk met de komma werken, hè. FVX, IRX, voor de 13 weken Treasury. En RSP, de S&P 500, equal weight. Zo. En dan heb je ze hier ook. Je kan er hier nog andere gaan toevoegen, maar om te vermijden dat je gaat moeten scrollen zoals hier, is het misschien interessant om dit dan te veranderen in hier op configureren klikken en small veranderen in medium. Dan kan je hier veel meer zaken gaan toevoegen. Oké. Je kan dat dan ook alfabetisch gaan zetten, CITV. Of je kan de tickers alfabetisch gaan zetten. Dus ik denk, Karel, dat dit een antwoord is op uw vraag. Hoe dat je dus zelf zo quicklisten kunt gaan klaarzetten en zelf gaan maken voor jezelf. Ik vind dat heel gemakkelijk, zeker voor de mensen met een realtime abonnement. Als de beurzen opengaan, ja, je ziet meteen alles, hè. Je ziet de indexen. Je ziet de aandelen die dat je hebt, of die dat je opvolgt, of die dat je overweegt, of die dat je ooit verkocht hebt. Ik vind dat heel leuk dat ik dat allemaal in één oogopslag zie. Maar zoals mijn end-of-day abonnement is dit ook zeker heel interessant. Voilà. Karel, ik denk dat ik u hiermee heb kunnen voorthelpen. Voilà. Karel zegt al in de chat, merci. Dat is heel duidelijk. Oké. Eens even kijken. Rudy geeft hier een interessante suggestie. Betreft het bedrag aan te passen, reports en dan inderdaad view transaction log. Maar dan moet het in een bestaande portefeuille zijn. Wacht, dan moet ik eens even gaan kijken. Ja, ik ga maar even naar de MAM-strategie terug. Rudy zegt dat je hier zaken kan aanpassen. Voilà. Dus, reports.
View Transaction Log. Je gaat op een staan. Add Transaction. En hier kan je ook het bedrag gaan liggen aanpassen. Niet alleen het bedrag, er zijn veel meer andere zaken die u kan doen. Add Trade, Add Dividend, Add Optiepremie en Add Transaction Log. Goed. Flor zegt hier een vraag, die pak ik nog even vlug mee. Wat is de betekenis van Midas Touch? Midas Touch zit onder de viewers, watchlists, cherrypicking en dan hier Midas Touch Stocks. Dat zijn aandelen die allemaal een heel hoog momentum hebben, die aan bepaalde parameters moeten voldoen. Ik ga die met u kort overlopen. Dus ik open de grafieken. En je moet daar een speciale layout voor openen. En wat is die layout? Graph layout. Midas Touch. En dan heel belangrijk dat je de grafiek op 3 maanden zet. En we gaan nu eens kijken naar die aandelen. Hoe dat die de afgelopen 3 maanden hebben gebogen. En deze van $15, ziet u rechts, naar 25. Van 56 naar 87. Van 24 naar 39, en zo verder, en zo verder. Nu, wanneer komen aandelen in die Midas Touch? Dan moet er aan 3 voorwaarden worden voldaan. Je moet altijd uw grafiek, de layout, op Midas Touch zetten en de periode op 3 maanden. En dan gaat u zien dat er 3 zaken zijn gehighlight. Die groene lijn, dat is de 10-daags SMA van de stoploss. Die rode lijn, dat is het 65-daags SMA van de stoploss. En hier onderaan, de relative timing, het korte termijn momentum op een schaal van 0 tot 2, hoe hoger, des te hoger het momentum. Wel, de relative timing zelf die is niet aangeduid. Wel het 40-daags SMA van relative timing. Oké, en wat moet u, wanneer komen aandelen nu in deze Midas Touch? Als vandaag, zowel het 10-daags SMA van de stop, zowel het 65-daags SMA van de stop, en zowel het 40 SMA van het momentum, de relative timing, die moeten een 3-month high neerzetten. Als dat gebeurt, dan komen aandelen in de Midas Touch. En dan ziet u, dat zijn aandelen die ja, het heel goed doen. Hè. Bijvoorbeeld hier ook in deze van 2,96 naar 5,05. Nu, om een volgende vraag al voor te zijn, want dat is dan vaak de volgende vraag. Oké, dit zijn maar de startaandelen. Heel leuk, hè, die stijgen enorm. Dan denk ik dat dit misschien wel heel interessant kan zijn. Stel dat je zoiets zet van, oké, je denkt dat de markten gaan stijgen. Je wilt misschien wel eens weten welke aandelen staan pas nu recent in de Midas Touch. Dat laat ik u zien. Geef me de aandelen die vandaag in de Midas Touch staan en gisteren en eergisteren niet in de Midas Touch stonden. Vandaag, Time of Search. Geef me alle aandelen die in de Midas Touch staan. Wacht, hè. Dus dan doen we stocks. Filter by is watchlist. We gaan verwijzen naar deze watchlist Midas Touch. Dat zit dus hier in de watchlist cherrypicking Midas Touch. Is gelijk aan cherrypicking Midas Touch. Als ik daar nu op klik, dan krijg ik bijvoorbeeld alle aandelen die nu in de Midas Touch zitten. Maar, u kan dan zeggen, oké, gisteren mochten ze niet in de Midas Touch zitten. Stocks filter by, het is eigenlijk altijd hetzelfde vanaf nu. Watchlist is niet verschillend van dus de Midas Touch. En eergisteren, dan kies je hier days, 2 days ago. Stocks filter by watchlist. Eergisteren mochten ze ook niet in de Midas Touch zitten. Laat eens kijken. Hij vindt nu een aantal aandelen. Ik heb nu gewoon de top 5 gekozen. We gaan eens kijken. Hè. Ik moet dan mijn grafiek op 3 maanden zetten. Dus dit aandeel is nu op 3 maanden. Ja, dat is dat van daarjuist, van $2,96 naar $5.
Storm van $26 naar $33. Het mooie, kijk eens, soms komen er ook kwaliteitsaandelen in de Midas Touch. Cintas zet andermaal nieuwe all-time highs neer. Cintas op 3 maanden van 483 naar 547. Dit kan misschien interessant zijn om u de aandelen te geven. Kijk, in de Midas Touch zijn ze misschien al te hard gestegen of is het einde van de stijging misschien nabij. Hier zou het misschien kunnen zijn, geen succes gegarandeerd, dat de stijging eigenlijk nog niet begonnen is, want die is al effectief begonnen, maar dat er misschien nog iets langer gaat duren. Nu, dat weet men natuurlijk nooit. Maar dit kan wel interessant zijn. Voor u leek het mij interessant om u even te leren welke aandelen staan vandaag in de Midas Touch en de voorbije dagen niet. En je kunt hier nog 3 dagen geleden ook gaan bijzetten, et cetera. Of andere parameters gaan toevoegen. Voilà. Dat was de vraag van Flora. Ik zie nog 1 vraag binnenkomen en dan ga ik me wel aan de slides houden, want anders zou het een beetje een boeltje worden. Kan men de snelle signalen maken in new search? Dus dit is een nieuwe search. Die snelle signalen, nee, die moet je dus eigenlijk loslaten, hè. De snelle signalen bijvoorbeeld. Market timing graph, dat is onze eigen index. En die snelle signalen, die heb ik vorige week in mijn journaal uitgelegd. Dus de confirmed calls, dat zijn de meest bekende. Maar we hebben bijvoorbeeld, zeker na correcties van 10%, weet ik dat die buy to sell ratio, zodat het soms lang duurt eer dat die bovenin geraakt, dan durf ik wel naar andere signalen eens te kijken. Zoals daar zijn bijvoorbeeld de DEW. Die sprong hier dan op up. Of de GLBRT-kikker. Nu, die snelle signalen, die kan je niet in een Unisearch loslaten. Wat je wel kan doen is, ik wil deze search laten lopen op de dag dat we een DW-up signaal krijgen. Dus dan klik je hierop. Je klikt hierop. Quick dates. Je verandert dit in DEW. En dan zie je, op 3 november kregen we een DEW. Je klikt op OK. En dan laat je deze search lopen op 3 november. Dus de dag dat we een DEW-up signaal krijgen, kan je deze search loslaten. Je klikt dan op Run Search en dan kan je die aandelen gaan bekijken. Voilà. Volgende slide. Volgende vraag. Vraag komt van Hubert, trouwe bezoeker van de workshops in Brugge. Wiedenverliezers door schuldig verzuim. Tom, wanneer is het de tijd om de portefeuille te ontdoen van vergeten en verlieslatende posities? Ik heb nog wat ADM en Dollar General in portefeuille. Wat zijn mijn opties? De opties die hij zelf opsomt zijn houden en bidden. Nu liquideren dan veronderstel ik. Met nieuwjaar. Wachten op een confirmed call down. En meegaan met de trend. Laatste vind ik een beetje bijzonder. Houden en bidden. Je weet wat dat ze zeggen, hè? Eens dat je begint te bidden of te hopen op de beurs, ja, dan hou je niet meer aan een plan. Je moet dus eigenlijk altijd een plan hebben en u aan dat plan houden. Met nieuwjaar, dat slaagt eigenlijk ook op niet veel. Als ik zo van die testen laat zien, hoe heeft strategie BNP gepresteerd van 1 januari tot en met 31 december, dan is dat natuurlijk om u te laten zien, deze strategie per jaar presteert die zo. Maar tegen mijn abonnees zeg ik natuurlijk altijd, koop nooit op 1 januari. Waarom zou u op 1 januari kopen? Dus dat zou ik zeker ook niet doen. Ik ga eens kijken naar die twee aandelen, ADM en Dollar General. Het ene ken ik al wat beter dan het andere. ADM, Dollar General. We beginnen met Archer Daniels. Ik ga terug mijn eigen layout erbij nemen. Even op 5 jaar zitten. Ja,
Na corona was dat natuurlijk een fantastisch verhaal. Hè. We gaan van 30 naar 100. Maar sindsdien is het eigenlijk wel kommer en kwel. Eens even nog iets bezien. Maar ik ga het zo doen. Maar, kijk hè. Ik heb dit aandeel eigenlijk nooit echt. Ik heb het nooit in portefeuille gehad. Ik heb het ook nooit echt gevolgd. Maar als we nu hier een horizontale lijn gaan trekken, hier bij freehand line kies ik voor horizontal line. Deze weerstand was hier support, was hier support. Dus op deze support veert hij terug wat op, dus de weekgrafiek. Die opstaat. Hij zit nog boven zijn 200-daags SMA op de weekgrafiek. Deze support is heel belangrijk. Gaat hij daardoor, ja, dat is natuurlijk niet zo geweldig nieuws dan. Het zou kunnen zijn dat hij natuurlijk nu terug naar boven gaat en op zoek gaat naar een bepaalde, ik weet niet of hier nog eens weerstand is. Ik vind het een moeilijke. Omdat ik deze echt nooit heb gevolgd, Hubert. De safety is nog matig, is wat dat aan het afzwakken. Maar ik vind deze een hele moeilijke. Ik zou alleen, zolang dat hem boven die support blijft, als hem daardoor gaat, ja, dan zie ik het er echt wel niet goed uit. Hè. Maar Dollar General heb ik wel iets over te zeggen. Dollar General. Die bovenste rode lijn, hier deze weerstand, was hier support. En afgelopen week is hij daar terug opgebotst en terug naar onder. Ik ga hem even op 5 jaar misschien zetten. Kijk, ik ga het even zo doen. Koers is enorm onderuit gegaan, hè, van 248 hier. Ik ga mijn dateline hier zetten. 248, 250, 255. Dat niet zoveel uit. Hier is hij gedaald tot $100. En dan is hem scheus naar boven geschoten. Even inzoomen. Hij is hier, je ziet het, van 101 gestegen naar 111. Dan beter zien als ik die moving averages doe. Voilà. Hier zie je dat, hè. Van 101, één dag gestegen naar 111. Je zou denken kwartaalresultaten. Nee. CEO buiten. CEO buiten. En die CEO die was hier in oktober, november 2022, hier ergens was die, ja, aan de macht gekomen. Dus bijzonder beroerd. CEO buiten. En waarom reageren beleggers zo euforisch? En dan moet ik mijn grafiek 6, 7 jaar teruggaan. Beleggers reageren euforisch omdat de vorige CEO, die heet Vasos, als ik mij goed eens vlug kijken. Ik wil heel vlug opzoeken. Is inderdaad Mr. Vasos, Todd Vasos as new CEO. En het ding is dat deze Todd Vasos is vroeger als CEO geweest van Dollar General. En sinds wanneer? Van juni 2015 tot november 2022. Juni 2015, dat is hier. Juni 2015, dat is hier ongeveer. En tot wanneer is die CEO geweest? Vanaf hier tot november 2022. Dat was hier. In die periode ongeveer, hè,
In die periode is de koers gestegen van 75 dollar naar $250. Dan heeft hij een stapje opzij gezet. Zijn opvolger heeft er een heel boeltje van gemaakt. En nu, sinds een low van 101, 10% erbij. En sindsdien is hij echt aan het aantrekken terug. Sinds een low staan we al 20% hoger. Hier zien we iets wat verdacht veel op een shooting star lijkt. Het aandeel gaat van 121 zaterdags intraday naar 128, om dan op het einde van de dag helemaal terug naar af te gaan. En we sluiten op de low van de dag. Shooting star. Wat is hier gebeurd? Oei, kwartaalresultaten van Target. Target, sectorgenoot van Dollar General. Op dat nieuws Dollar General naar boven, maar dan terug stapje naar beneden. Maar ik denk, enfin, ik heb geen glazen bol, maar Todd Vasos heeft een fantastisch parcours afgelegd met Dollar General. Het aandeel is gecrashed na zijn vertrek. En nu is hij terug aan boord. Gaat hij dat huzarenstukje opnieuw kunnen doen? Dat weet ik niet. Maar ik zou hem leren, mocht je die in portefeuille hebben, en dat is bij Hubert dus het geval, zou je kunnen overwegen om toch eens te gaan kijken, nog even af te wachten en zien wat Todd Vasos, hoe dat het de komende 6 maanden, 12 maanden gaat evolueren. Ik weet wel dat ze daar allemaal in die retail met problemen hebben zitten, die winkels als Dollar General problemen van hun hoge kosten niet kunnen doorrekenen aan hun klanten. Ze werken met heel veel producten tot $10. En met die hoge inflatie kunnen ze die kosten niet doorrekenen. Ze hebben een enorm tekort aan personeel en mede daardoor waarschijnlijk ook enorm veel te kampen met winkeldiefstallen. En de vraag is dat Todd Vasos dat die dat terug een turnaround voor kan zorgen. Dus Hubert, Dollar General, die volg ik zelf wat op. ADM zelf niet. Dus, maar dat is eigenlijk hetgeen ik vooral over Dollar General dan eigenlijk kan zeggen. Bart zegt: buiten gooien Hubert en vervangen door aandeel met meer potentieel. Bart, u komt altijd naar Brugge, Hubert ook. Dus ik kan jullie morgen met elkaar in contact brengen en dan kunnen we het er eventueel over hebben. Tom zegt hier ook dat je zelf support en weerstand kan tekenen. Natuurlijk, ik trek altijd heel graag mijn eigen lijntjes, maar effectief is hier via adparameter technical analysis heb je hier support en resistance en dan kan je dat gaan aanduiden. Ik kijk altijd graag naar het verleden, naar weerstanden die achteraf support worden, etc. Maar inderdaad, hier support resistance vindt u hier terug. Goed. Volgende vraag. Dat is Luc. En hij zegt, hij schrijft: ik kan er niet bij zijn. Volgende zondag, het zal uitgesteld kijken worden. Wat vind je van het volgende aandeel Hawkins Incorporated? Ik ken het aandeel niet. Ik laat regelmatig een unisearch lopen met 13-week breakout. 25% van respectievelijk CI, RS, RV, RT en Value. Hawkins kwam uit deze laatste. Dan, ik heb even geknipt in mijn mail, maar ik heb het hier voor mijn eigen opgeschreven, want u heeft een beschrijving gegeven. Ik kan die even meelezen, aflezen. Hawkins produceert en verkoopt een verscheidenheid van chemicaliën en ingrediënten. Het bedrijf organiseert zichzelf in 3 segmenten op basis van het producttype. Het industriële segment, dat het grootste deel van de omzet genereert, verkoopt huismerkbleekmiddel, natriumhaloog, zwavelzuur, zoutzuur, fosforzuur, kaliumhydroxide en aquaammoniak. Het waterbehandelingssegment verkoopt chemicaliën en apparatuur die wordt gebruikt voor de behandeling van drinkwater, gemeentelijk en industrieel afvalwater, industrieel proceswater en niet-residentieel zwembadwater. Het gezondheids- en voedingssegment tenslotte verkoopt ingrediënten aan producenten van voedingsmiddelen, dranken, persoonlijke verzorging en voedingssupplementen. Het overgrote deel van de omzet komt uit de USA. Nou, we gaan er maar iets bij pakken, hè. Hawkins, HWKN.
AWKN. Staat erbij. Dat is de grafiek op 2 jaar. Op 2 jaar gaat hij van 35 naar 63. Dus dat is heel mooi. Op 5 jaar gaat hij van 20 naar 63. Dat is heel mooi. Gaan we eens kijken naar de value op 5 jaar? Hier zie je heel interessant. De value breekt uit terwijl de koers zijwaarts beweegt. Dat is altijd heel interessant. Anderzijds, hier daalt de value om hier nu weer opnieuw uit te breken. Vandaag koers 63, value 73. De relative value, dat is misschien interessanter. Ik vind dat altijd persoonlijk interessanter dan de value. Die value hier, dat die zo gedaald is. Ja, in 21 en 22 is die inflatie enorm beginnen stijgen in de US. En hoge inflatie is nefast voor de value van aandelen. Kijk iets meer naar de relative value. En wat zien we hier? De relative value breekt ook uit. Koersen van 21 naar hier niveaus zelfs van 1,58. En vandaag zit de relative value nog steeds zeer goed. De safety breekt nu uit. Staat op 1,27. Wat is het interessante of het gevaarlijke? U mag zelf kiezen van mij. Dat is de marktkap. Die is 1,3 miljard. Dus dit is misschien een van die mooie jonge bedrijven. Straks komt er nog een vraag van Tom. Tom uit Gent. Daar gaan we het ook over jonge bedrijven hebben. Wel, dit is een jong bedrijf, 1,3 miljard. Met een relative safety die voor het eerst uitbreekt. Ik eens kijken, de net profit margin is laag, maar dat is typisch voor die sector. En dan kunnen we eens gaan zien, 50 en 200 daags op de weekgrafiek en op de daggrafiek. Ik heb het heel kort bekeken, want het was vandaag een bijzonder hectische dag. Na gisteren Finance Avenue, waar we toch heel wat nieuwe abonnees zijn mogen verwelkomen. Heel veel mensen die informatie hebben opgevraagd. En dan ter zake voorbereiden. En morgen begint mijn eerste workshop. Daar heb ik ook nog wel werk mee. Dus het was een bijzonder hectische dag. Dus ik heb niet uitgebreid kunnen kijken. Luc, excuseert u mij. Maar ik ben wel naar een paar cijfertjes gaan zien. En die zijn return on equity van 19%. Is mooi. De net profit margin had ik gezegd, ja, is laag. Persoonlijk heb ik liefst bedrijven met een net profit margin van 10%. Natuurlijk, in bepaalde sectoren ga je dat niet zo vlug hebben. Wat interessant kan zijn, is dat maar één analist het aandeel volgt. Die geeft een moderate buy op Hawkins. En zeer gezond, hè? 600, nee, 60 miljoen, excuseer, 60 miljoen schulden. Op een equity van $383 miljoen dollar. De netto winst stijgt jaarlijks heel mooi en de omzet is de afgelopen 2 jaar zeer sterk gestegen. Dus jong, beloftevol. RS breekt uit, positief, maar je weet, met dat soort aandelen ga je natuurlijk altijd meer risico lopen. Anderzijds moet je weten, ja, de Russell 2000, die kleine aandeeltjes, komen en kwel, miserie troef, afgelopen 2 jaar eigenlijk al. En dit klein bedrijf doet het wel fantastisch goed. Dus misschien interessant voor u om te bekijken. Ik heb het zelf niet in portefeuille. Kan het misschien wel eens verder bekijken. Maar ik weet voor mezelf dat ik risico graag mijd. En dat ik weet uit ervaring dat met die kleintjes, ja, dat daar heel veel mee kan gebeuren, hè. Dat er altijd wat meer. Ja, risico is. Nu, ik ga eens kijken. Zitten er shorters op? Dat had ik nog niet gezien. 1,8, dus dat valt best mee. Dus, ja. Dat is Hawkins. Komt tevoorschijn in een search die Luc gebruikt. Goed. Ik had het over Finance Avenue. Het was niet alleen een drukke zondag, het was een bijzonder interessante en ook vrij drukke zaterdag. Want dit was onze stand. Onze stand, gisteren waren wij voor het eerst present op Finance Avenue. We doen al sinds 2015 de grote events van de VFB. De dag van de tips, vroeger dan. En de VFB Happening. Nu is het enkel nog de VFB Happening daar.
Dat zijn we altijd present, dat is altijd eind maart. Maar nu zijn we ook voor het eerst naar Finance Avenue gegaan. Dat was een heel leuke ervaring. Ik heb abonnees die ik al jaren heb. Ik denk dat ik 90% van mijn abonnees persoonlijk ken, doorheen de jaren van overal gezien of gehoord te hebben. Maar is er toch iemand, een trouwe kijker die al 3 jaar abonnee is, die ik nog nooit op een workshop heb gezien? Hij heeft me dat ook gezegd, omdat hij s'avonds niet graag de baan opkomt, waar ik natuurlijk 100% alle begrip voor heb. Maar gisteren was hij wel op Finance Avenue. Daniel, het was heel leuk van u gisteren voor het eerst in levende lijven gezien te hebben. Heel veel ook proefabonnees die wij sinds een maand erbij hebben, zijn gisteren eens dag komen zeggen. De twee Lux onder andere. Maar ik ga ze nu de Dom. Maar ik ga niet alle namen opnoemen, want anders ga ik zeker mensen vergeten. Maar dus, ja, dat was heel leuk om de proefabonnees ook voor het eerst in levende lijven te zien. En dan heel veel jarenlange trouwe abonnees die ik overal zie, hè, in Lummen, in Brugge, op alle locaties, Yves en Co. Altijd heel leuk om jullie te mogen verwelkomen op onze stand. De mensen dat ons nog nooit gezien hebben, misschien wat fotokes. Dat is mijn charmante collega Gina, die eigenlijk alle opvolgwerk doet van ja, abonnees, van abonnementen die moeten verlengd worden, et cetera. ProTrader die wordt geactiveerd, proefabonnementen, et cetera, et cetera. Alles zit bij Gina. Deze persoon die kent u waarschijnlijk wel. En dan hebben we ook nog Chris, zeer gewaardeerd. Iemand van ons team, Chris, die vooral achter de schermen werkt. Social media, de website, et cetera. Dus dat is ons team van Vectivist België. Het was heel leuk om gisteren dus Finance Avenue aanwezig te zijn. Goed. Hubert zegt: See you tomorrow, Bart. Dus oké, goedemorgen in Brugge tijdens de pauze misschien. Wat kun je bijpraten over die aandelen AMD en Dollar General? Bart zegt ook nog: Hawkins zit op all-time high, ook positief. Inderdaad, geen weerstand en in een stijgende trend. Wat toch wel bijzonder is voor die kleine aandelen. Voilà. Goed, we gaan naar de volgende. Ik ga even de chat terug afsluiten. De volgende mail. En die komt van Gabriel. Ik ben nu ten gronde de aan de slag met Vectorvest aan het bestuderen. Een serieuze, maar leuke boterham. Momenteel is voor mij de stoploss het minst duidelijke. In feite is dat iets wat wij als klant zelf kunnen aanmaken, of is dat iets wat door Vectorvest voorgeprogrammeerd is? Dan in de views zeg je dat de outlooks die de bedrijven geven voor de komende 12 maanden van belang is. Dat is uiteraard wel zo, maar zijn het bedrijven die dat zelf inschatten met dank Gabriel? Wel, Gabriel, eerst die stoploss. Ja, onze stoploss, hè? Omdat je zo zegt, is dat iets dat wij als klant zelf kunnen aanmaken, of is dat iets dat door Vectorvest voor geprogrammeerd is? Je kunt die zelf aanmaken. Je kunt dus in uw portefeuille. Kan je een aandeel gaan toevoegen? Geef nu maar iets in, hè, willekeurig. Geef een aandeel, maakt niet uit. Ik ga er heel vlug over, hè, want de bedoeling is niet dat ik heel die portfolio nu uitleg. Dat kan u zien in Aan de slag met Vectorvest deel 3. Maar je kunt dus hier de eigen stoploss op loslaten of de Vectorvest stoploss. Wat kan een eigen stoploss bijvoorbeeld zijn? Stel je voor dat je zegt: Oké, ik wil erin bij 30% winst en ik wil eruit bij 12% verlies. Oké, rechtermuisknop. Nee, excuseer. Edit hier rechtsbovenaan. Ah, wacht eens, ik ben met een. Ik ga even dit activeren. Dat gaat voor u gemakkelijker zijn om te volgen. Voilà. Edit. Build a custom trading system. We doen geen search. We gaan gewoon de stoploss activeren. En ik wil eruit bij 30% winst of 12% verlies. Dan kiest u gain loss. Bijvoorbeeld. 30% winst,
en 12% verlies. Op die moment, als United Health 30% is gestegen of 12% is gedaald, gaat het aandeel worden verkocht. Ik klik op Finish. Ik klik op Save. Apply to existing positions. En dan ga je hier bij Stop Criteria zo dadelijk zien verschijnen 30% gain, 12% los. Oké, dat is een eigen stoploss. Je kunt die dan ook gaan vervangen. Hoe doen we dat? Rechtermuisknop, edit stop. Bijvoorbeeld, u bent fan van een trailing stop. Bijvoorbeeld een trailing stoploss van 20%. Klik opnieuw op oké. En dan gaat die trailing stoploss hier geactiveerd worden. Maar dat zijn stoplosses, Gabriel, die je zelf kiest. U kan ook gaan voor de Vectovis stoploss. Rechtermuisknop, edit stop. Dit is de Vectovis stoploss. Recommendation is sell. Dit stop criteria zal geactiveerd worden wanneer een aandeel op sell springt. En wat is dat nu? Wel, dat is enerzijds fundamentele, anderzijds technische analyse. Technische analyse, het is het 65-daags voortschrijdend gemiddeld van de slotkoers. Maar adjusted for fundamentals. En wat bedoel ik daarmee? Als een aandeel goede fundamentals heeft, bijvoorbeeld United Health, 5 jaar de Nogo Relative Value, 5 jaar de Nogo Relative Safety. U mag in de chatbox zeggen wie heeft United Health in portefeuille. En dan ga je zien, als dat aandeel hier daalt, nog eens daalt, toch springt dat niet op sell. Hier krijgt het toch ook wel een serieuze tik. Het springt net niet op sell. En hoe komt dat? Omdat dat altijd een hoge RV en een hoge RS heeft. Dus onze stoploss, Gabriel, is het 65-daags voortschrijdend gemiddeld. Alleen, die lichtblauwe is onze stoploss. Alleen als het aandeel echt begint te dalen en het heeft heel goede fundamentals, dan gaat Vectovis die stoploss een beetje naar beneden trekken. Dus dat is denk ik het antwoord van op uw opmerking hier. Is dat iets dat wij als klant zelf kunnen aanmaken? Ja, door een trailing stoploss te nemen of die gain loss stoploss te nemen. Of is dat iets wat door Vectovis voorgeprogrammeerd is? Ja, dat is onze eigen stoploss. Nu, wat ik zou doen, Gabriel. Kan u hier bijvoorbeeld Hawkins nog eens bij nemen. Die blauwe lijn, die lichtblauwe lijn, is de stoploss. Ik zou nooit de stoploss bij mijn broker zetten. Waarom niet? Die stoploss die verandert iedere dag. Ja, dan moet jij iedere dag bij mijn broker die stoploss gaan aanpassen. Ik denk dat je wel andere en betere dingen te doen hebt dan dat. Dat is één. Maar twee vooral, beeld u zien, heel af en toe gebeurt het, een flash crash. Bij een flashcrash zijt je alles kwijt. Als de beurzen morgen even intraday min 10% gaan om dan meteen te herstellen, dan zijt je alles kwijt. En zeg niet dat het nooit gebeurt. Dit zal ik nooit vergeten. Hè. Ik was zo blij dat ik nergens een stoploss had bij mijn broker. 24 augustus 2015. Het einde toen van die zomercorrectie. Nu. Een maand later werd de loon nog eens hertest. 24 augustus 2015. Kijk hoe. Dit hier. Wat is er gebeurd? Oeps, $90. Zondags, even paniek. Nasdaq gaat min 10%. Mastercard gaat van 90 naar $74. En op het einde sluit het terug aan 87. Dus hier 90, zaterdags opent Master aan 85, intraday gaat hij naar 74, om dan op het einde van de dag helemaal te herstellen van 74 naar 87. En dat is die dag bij heel veel aandelen gebeurd. Dat is voor mij een reden om nooit de stoploss bij een broker te zetten. Ik zet de stoploss bijvoorbeeld liever op mijn portefeuille hier, in Vectovis, en dan krijgt u een mailtje.
Van, ah, aandeel gaat door de stop los. En dan kan u zelf thuis nog beslissen van, ik ga verkopen of ik ga niet verkopen. Ik heb heel veel mensen die ja, United Health hebben. Hè? Danny, Anne, Frederik, Georges, Christian, Luc, Jeff, Hilde, Jeff opnieuw, Luc, Chris, Bert. Ja, ik ga ze allemaal niet. De meeste heb ik wel opgenoemd. Veel mensen hebben United Health in portefeuille. Tom zegt ik niet. Wat niet is, kan nog komen, Tom. Ja, dat was een voorbeeld natuurlijk voor de stoploss. Nu, de Outlook, bijvoorbeeld bij Novo Nordisk. Uw laatste gedeelte van uw vraag. Ik vind het inderdaad belangrijk als bedrijven niet alleen beter doen dan verwacht bij het rapporteren van kwartaalresultaten, maar vooral als ze ook nog eens in hun outlook voor de komende 12 maanden verhogen. Novo Nordisk raises outlook by strong sales of weight loss drug. Dat is de derde keer dit jaar dat ze hun outlook verhogen. Dus als bedrijven dat doen, dat vind ik altijd heel, heel leuk. Want dat vertaalt zich heel vaak in stijgende koersen. Lux vraagt hier, moet je voor dat mailtje, voor een stoploss, een real-time abonnement hebben? Nee. Nee. Dat kan met een end-of-day abonnement. En met die stoploss, hè, Luc, ik ga nog even iets laten zien. Kijk, een aandeel gaat op sale springen, dan gaat u verwittigd worden. Maar bijvoorbeeld, als je nu een trailing stoploss zou nemen, dan, ik zeg maar iets, 20%. Kijk eens hier. Simulate intraday stops. What does this mean? Als een aandeel in de loop van de dag. Zelfs met een end-of-day abonnement, hè, als die in de loop van een dag blijkt dat het door de stop-loss is gegaan, omdat die intraday 20% is gedaald sinds de piek, ook dan gaat u een mailtje krijgen. Dat gaat wel pas achteraf komen. Dat gebeurt altijd 's nachts en in de loop van de nacht, eerder in de loop van de ochtend. Ik denk dat die rond 1 uur of 6 binnenkomen, die mailtjes. Maar dat kan dus ook met een end-of-day abonnement, Luc. Voilà. Gabriel, tot zover uw vraag. Dan een hele boterham, maar ik lees het graag voor. Tom schrijft: Dag Tom, het valt mij op dat toppers die we bij Vectovis behandelen vaak erg dure aandelen zijn, waarvan ik het gevoel heb dat ik vandaag enkele jaren te laat ben om in te stappen. Het gaat om aandelen als Synopsys, Meta, Cintas, United Health, Supermicrocomputer, Arista Networks, Dekkers, Saia en ga zo maar door. Ik weet het, een hoge koers zegt aan zich niet zoveel. Het is de onderliggende waarde die telt. Inderdaad, want als we nu gaan kijken. Bijvoorbeeld SMCI, Saia. Die marktkapitalisaties naar Amerikaanse normen, valt dat mee? Ja, die koers is hoog, maar die koers zegt inderdaad niet zo heel veel, omdat de marktkap nog altijd klein is. 11 miljard marktkap voor Saia is klein, 15 miljard supermicrocomputer is klein. Ja, als je dat gaat vergelijken, bijvoorbeeld een Novo Nordisk, dan zitten we toch met 348 miljard marktkap. Dan is echt 11 miljard echt wel peanuts. Ondanks dat Novo Nordisk optisch $100, heeft het een veel grotere marktkapitalisatie, is een veel groter bedrijf dan bijvoorbeeld Saia. Saia, de koers is 4 keer zo hoog, 416, met een marktkap van slechts 11 miljard. Dus inderdaad, die hoge koers, dat zegt niet zo heel veel. Als je gaat zeggen, de koers is al heel hoog gestegen, heel hard gestegen, en staat nu hoog in vergelijking met 2, 3 jaar geleden. Ja, dat is natuurlijk, dat is wel waar.
Als je natuurlijk bij Novo Nordisk ook. Waarom is bij Novo Nordisk het maar 100? Omdat zij natuurlijk heel vaak splits hebben ondergaan. Novo Nordisk, nog niet zo lang geleden, als ze deze split niet hadden ondergaan, ja, dan stonden ze eigenlijk aan $200. En dat is niet alleen, als we het hier gaan bekijken. Ze hebben in het verleden nogal splits ondergaan. Hè. Hier ook een split 5-1. Dus je zou kunnen zeggen, optisch, oh, dat valt nog mee, $100. Maar hier hebben ze al een split 5, hier de split maal 2. Dus die koers was eigenlijk veel, veel, veel hoger dan die $100 nu eigenlijk laat uitschijnen. Dus de koers mag je inderdaad niet zo heel veel zeggen eigenlijk. Ik weet dat United Health een van uw favorieten is, maar ik had dit aandeel natuurlijk 15 jaar geleden kunnen kopen om zo de mooie stijging mee te maken. En we hebben het er gisteren even over gehad, want we hebben elkaar gisteren gesproken, Tom. En inderdaad, ik zou liever de United Health van de volgende 15 jaar vandaag kunnen oppikken voor een prikje. De United Health van de toekomst, die zit vandaag vermoedelijk al ergens op de beurs. We kunnen die toekomst niet voorspellen, maar ik vraag me af of er geen manier is om de Unisearch te programmeren naar dergelijke zoekopdracht. We zouden de aandelen met potentieel toch moeten kunnen vinden. Kees United Health er nog eens bij nemen. Want Luc, wie weet dat United Health, dat ik dat een geweldig bedrijf vind. Maar Luc zegt hier, Ella, die doet er wel al een jaar niks. Hè? Dat is heel juist. United Health doet een heel jaar niks. Oké. United Health vorig jaar, dat viel dan wel mee. Het belabberde jaar 2022. Maar het is wel een feit. Op 2 jaar is het niet zo heel bijzonder. Maar United Health, die doet al wel meer, dat hij sowieso een jaar blijft hangen. Kijk, hè. 2019 was een fantastisch beursjaar. De S&P steeg dat jaar met 28% en de Nasdaq steeg met 33%. En dan gaat hij met het hulp van 2,47 naar 2,89. Ook een heel pak minder toch als de S&P en als de Nasdaq. En het is wel zo dat we meestal aan de Democraten te denken als zij zo wat hun tanden laten zien en zeggen dat ze de ziekteverzekeraars aanpakken. Dan durft hij wel eens een jaar niks doen. Op 10 jaar ben ik heel tevreden van 70 naar 5,36. En dan kan ik er wel mee leven dat het eens een jaar minder is. En vooral omdat het vaak sectorgebonden is. Het is een ganse sector die vandaag niet veel doet. Als we nu gaan kijken, bijvoorbeeld dit aandeel, hè, Humana. Dezelfde sector als United Health. Op 2 jaar gebeurt er niet veel. Op 1 jaar gebeurt er niks. Op 10 jaar gebeurt iets. En u weet nog, of u weet het niet, ik heb in de BNP-strategie voorgesteld in oktober, de workshops van eind oktober. Wie kwam daar in 2012 tevoorschijn? Humana. Humana in 2012. Min 22%. Min 22%, ik weet, dat kan eens gebeuren met healthcare, dat ze een jaar niks doen. Dat doen ze dat allemaal. Dat is niet één bedrijf. Kijk, als er één bedrijf achterblijft in een hele sector, dan is er iets mis met die sector. Maar als alle bedrijven in die sector niks doen, ja, dan is het sectorgebonden. U had hier misschien ook afscheid genomen van Humana, wat jammer had geweest met zijn RS van 1,35. En ik blijf dat zeggen, kwaliteit komt altijd bovendrijven. Natuurlijk, als je een portefeuille van 5, 6 aandelen, dan snap ik dat je daar niet op wilt wachten. Maar Luc, die regelmatig naar Kortrijk en Brugge komt, ja, Luc die heeft, ik wil niet weten hoeveel aandelen in portefeuille heeft. Ik denk minstens een stuk of 70, 80, zeg eens Luc, ik zal er niet ver naast zitten. Dan kun je wel even op een aandeel wachten. Dan gaat dat gemakkelijker dan iemand die 5 aandelen in portefeuille heeft. En dit aandeel is achteraf van $67
naar 498 gegaan met altijd een hoge relatief safety. Maar goed, ieder belegger is anders. Sommigen gaan meer traden op korte termijn. Sommigen zijn trendbeleggers. Maar elke keer doet het dit jaar niet goed. Absoluut. Maar vorig jaar heeft hij dan, in een jaar dat de S&P 19,5% daalde, heeft United Health en de ganse healthcare sector het dan wel goed gedaan. In vergelijking met de index. Goed, wat ging ik nu eigenlijk zeggen? Ah ja, sorry, ik zat bij de vraag van Tom. Tom zegt, ik wil dus de United Health van de komende 15 jaar ontdekken. Nu, misschien nog één heel even iets toch, Tom. De grootste zorgverzekeraar in de US. Het is inderdaad al hard gestegen. Oei. Maar u gaat met mij akkoord zijn, als ik inzoom van 2010 tot 2015, dan had u tegen mij op die moment ook gezegd, ja maar zeg, van 33 naar 100, dat is al veel te hard gestegen. En dan zijn we 3 jaar later. En dan zegt u, van 100 naar 200, dat is al veel te hard gestegen. En dan gaan we nog eens een paar jaar later. Enfin, u begrijpt waar ik naartoe wil, hè? Het is natuurlijk de mastodont, maar blijft kwaliteit. We weer kijken, ondergewaardeerd, hoge RV, hoge RS. Dat is bij mij een heel grote positie, ook al weet ik dat die nu al 1,5 jaar niet veel doet. Ik heb zelfs, en abonnees gaan dat weten, het aantal, als dit aandeel eens onderuit gaat, ja. Dan lig ik op de loer, hè, en afgelopen jaar aan 4,50 kunnen bijtanken. Dat was wel 4,56 geweest zijn ergens. Maar dan zit ik altijd alert. Vanaf dat een aandeel 18% begint te dalen. Ik zit er eigenlijk voortdurend bij mijn toppers alert om eerder dan bij te kopen. Dan om eerder te gaan liquideren. Maar ik ben dan natuurlijk ook een extreem lange termijn belegger. Maar goed, ik ga terug naar de vraag van Tom. Ik heb al wat pogingen ondernomen. In Europa kom ik uit bij PZU in Milaan. In Amerika vind ik enkel cash. Geen grap, is effectief de ticker. Om niet alle eieren in één mand te leggen, zou ik graag willen spreiden over 10 aandelen. Maar die vind ik dus vandaag niet. Wat zou u kunnen doen? Ik ga er u een paar. Kijk, ik ga u wel op weg zetten. Ik ga u nooit zeggen: je moet dit kopen of dat kopen. Dat weet u, dat moet ieder zelf bepalen. Maar waar ik op zou letten, Tom, is het volgende. Ik laat u zo dadelijk een klein searchje maken. We gaan hier een search maken, maar ik ga al 2 aandelen geven. Maar ik ga eerst die search. Ik ga eens die search laten zien. We gaan sorteren op relatief safety. Dat is een search die ik nu verzin, hè? Voor alle duidelijkheid. Ik ga de top 50 nemen. En ik wil aandelen, kleinere bedrijven wenst u? Oké, okay, we gaan voor aandelen naar Amerikaanse normen die kleiner zijn, 8 miljard marktcap. Hoe doen we dat? Aandelen, marketcap. Dat is uitgedrukt in miljoenen. Dus als je zegt 8 miljard, moet je eigenlijk 8000 schrijven. De marktcap moet kleiner zijn dan 8 miljard. Dan schrijft u marktcap kleiner dan 8000 miljoen, oftewel 8 miljard dollar. En we gaan ze sorteren op relatief safety. Run search. Dan ga ik zien, degene dat ik wil. Voorstellen aan u dat ze ertussen staan. Voilà, met deze al. Badger meter. Ik zet de grafiek op 10 jaar. Voor alle duidelijkheid, ik heb dit aandeel niet in portefeuille. Dat zeg ik er duidelijk bij, Tom. Maar, wat vind ik er wel interessant aan? Ik vind de price earning voor machinery. Qua zoning 44 vind ik toch wel vrij gortig. Komt van 60. Sindsdien is hem een beetje gecorrigeerd.
Earnings blijven wel mooi stijgen. Maar wat vind ik er nu interessant aan? Ga niet voor een aandeel, een jong bedrijf dat vandaag een ORNRS heeft. Nee. Ga voor die jonge bedrijven die al liefst langere tijd een hoge relative safety hebben. Kijk nu goed. Dit aandeel had 10 jaar geleden een relative safety van, u ziet het rechts op uw scherm, 1,25. Die witte lijn is 1,20. Kijk, dit is mijn deadline. 10 jaar geleden een relative safety van 1,26. Al die jaren, hier boven de 1,20, hier oké eronder, maar het valt wel mee, 1,11 als low. Toen had het bedrijf wel een marktcap van 800 miljoen. Koers toen 28, nu 148. En die relative safety is eigenlijk altijd ja, 1,10 tot 1,40. Dat is uitstekend, hè? Het zijn bijzonder weinig jonge bedrijven die dat kunnen. Dus deze krijg je van mij cadeau. Een tweede die geef ik u cadeau. Oké. Die heb ik zelf niet meer. Ik ben een fan van consultancy, alleen als we naar een zachte, harde landing gaan, wie weet het, weet ik dat consultancy, dat zijn de posten waar gemakkelijk op wordt bespaard. Ik denk dan aan Capgemini in Europa, ik denk dan Accenture, je ziet dat toch ook dat die wat achterblijft. En je ziet het hier ook bij Exponent. Exponent. Als we dat bekijken, sinds 2010 gaat die van $6, $6 naar $120 en nu naar 77. Price earning was ook wel pittig voor consultancy, 64, nu nog 36. Waarom heb ik ja, Exponent jaren in portefeuille gehad? Kijk naar de relative safety. Dit is 14 jaar. 14 jaar geleden, 1,20. Is gestegen naar 1,40. Toen een klein bedrijf van marktcap, nog geen 500 miljoen. Dat is peanuts. Toen al zo'n hoge relative safety. Dit is een schuldenvrij bedrijf. Daar heb je wel meer met consultancy natuurlijk. Maar je ziet, bijna altijd een buy and hold. Klein bedrijf. Dat jaren een hoge RS heeft. En dan wil ik zeggen, je kunt hier in die search wel gaan zoeken naar bedrijven die nu een hoge RS hebben, kleine bedrijven. Maar ik heb liefst dat ze 2, 3, 4, hoe langer, hoe beter een hoge RS hebben. 3 jaar een hoge RS, dan vind ik het wel heel interessant. Zitten er nog een paar leuke tussen, Tom? Ik zou zeggen, we zien elkaar de 27e. Ik geef geen beleggingsadvies, dat weet je. Er zijn er een paar, wacht even, eens kijken, die ik ook leuk vind, die ik zelf niet heb. Ik heb ze wel gehad ook. Maar ik zat te veel in één bepaalde sector, dus daar ben ik dan bij de kleintjes uitgegaan. Maar heel leuke bedrijven, dus we kunnen het er zeker over hebben. Als we elkaar zien in Gent, maar u weet dat ik nooit beleggingsadvies mag en wil geven. Ja, die cash, wat u over sprak, die neem ik ook heel vlak, nog vlug voor mijn webinar begon, opgezocht. Ik ga hem even bijpakken. Okay. Cash op 2 jaar. Cash op 5 jaar van 22 naar 50. Dat is beter dan een S&P. De return on equity van 27% is heel mooi, want het industriegemiddelde was 11%. Debt to equity 0,05, zeer goed. Equity is wel gedaald sinds 2021. Ik moet het iets grondig bekijken, want ik had echt geen tijd meer, maar ik heb wel gezien dat de equity aan het dalen is sinds 2 jaar. Omzet is recent zeer sterk gestegen. Drie analisten volgen het. Eén heeft een strong buy en twee hebben een hold advies. Ik ga naar deel 2. Ik ga met een chat echt negeren, want anders gaat het middernacht worden eer dat we erdoor zijn. En dat wil ik u zelf en mezelf niet aandoen. Morgen naar Brugge, weet u wel.
De volgende is nog altijd Tom en hij zegt: als ik buiten Vectorvest ben gaan zoeken, kwam ik op het aandeel PaySign, waar ik ook goede fundamentals over vind. Ze maken winst, groeien, hebben kapitaal, hoge insider ownership, goede outlook. Kortom, mijn eigen fundamentele analyse is goed. Als ik het aandeel opzoek in Vectorvest, kom ik echter op een erg lage RS en RV. De RV kan ik nog wel snappen, price earning is zeer hoog, maar dat heb je natuurlijk met groeibedrijven. Maar hoe komt het dat dit aandeel een dergelijke lage relative safety heeft? Welke fouten maak ik met andere woorden in mijn eigen fundamentele analyse? Wel, PaySign. Ik kende hem, want u mailde mij en ik kende hem van 2014, 2015. Zoiets, die periode zeker, omdat hij toen helemaal door het dak is gegaan. Nou, zo lang is het nog niet geleden, 2018, 2019. Kijk, die kwam toen in heel veel searches ja, tevoorschijn. Hè. Die is hier op een goed jaar, op een dik jaar, van $2 naar $16 gegaan. Dus ieder artikel dat je las op een Seeking Alpha over sterkste stijgers afgelopen maand, afgelopen 3 maanden, ja, daar kwam PaySign tegen. Maar PaySign heeft nooit een hoge RS gehad. Stefan uit Mol, ja, want u zei me laatst iets en je ziet hier zeer sterk gestegen. Ja, RS is nooit geweldig geweest, hè. Maar PaySign, wat ging ik daar nu over zeggen? 1. Een lage net profit margin. En dan, kijk, kan je eerst zeggen wat ik er heb van gevonden. Return on equity 9%. Maar om op uw vraag te komen, waarom is die RS eigenlijk altijd zo laag? RS houdt rekening met marktkapitalisatie. Ja, $128 miljoen is echt niks, peanuts. Dus dat werkt al tegen een hoge RS. Dat is 1. De historiek van het bedrijf, dat is 2. Daar kan ik niet zo heel veel van zeggen, dus dat negeert die opmerking. Dividendpolitiek. Keren ze een dividend uit? Nee, geen dividend. Maar kijk hier. Ik zeg altijd, RS houdt rekening met kwartaalresultaten. Idealiter heb je perfecte earnings op 5 jaar, maximaal 2 keer onder de lat in 5 jaar. Kijken we nu naar PaySign, de laatste 5 jaar. Earnings history, rood is onder de lat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, zit in maart 20, 7. Laatste 5 jaar, 7 keer onder de lat. Dus, tegen de maatstaf. 7 keer onder de lat en geen dividend. Tom, u moet het niet verder gaan zoeken waarom dit aandeel geen hoge relative safety heeft. Ik moet even, omdat Chris Meijer een berichtje stuurt, de nieuwe United Health binnen 15 jaar is United Health. Dat vond ik wel grappig. Oké. We gaan naar de vraag van George. Dus Tom, ik hoop dat ik daarmee voldoende uitleg heb gegeven. En indien niet, ja, dan we zien elkaar volgende week maandag in Wondelgem en dan hoor ik het allemaal. Goed, George, ik blijf het moeilijk hebben met de interpretatie van sommige indicatoren. Neem nu de GPE. Een aandeel is ondergewaardeerd als de GPE groter is dan 1. Niet helemaal, George. In de exacte omschrijving van Vectorvest staat commonly. En commonly is in het algemeen, ja, in het algemeen, maar dus niet altijd. Neem nu Marinemax. Op 20 maart en 21 maart kregen we volgende informatie. Cooks and Value, die bewegen niet zo heel vaak. Maar je ziet dat de relative value een beetje naar beneden gaat. De safety ook. Verwachte winstgroei, price earning. En hier schrijft George, hier is de GPE 1.16. Hoe komt dat? Wel, die 4.3. Nee, de 4, excuseer, de 4 van de verwachte winstgroei, natuurlijk delen door de price earning van 3.4.
is hoger dan 1, het aandeel is ondergewaardeerd. De dag daarna heb je een groei van 3%, delen door de price earning is 0,84. Vermits de GPE onder de 1 is geschefd, is het aandeel niet langer ondergewaardeerd. Als ik op 21 maart hier dus de koers vergelijk met de value, dan besluit ik dat het aandeel ondergewaardeerd is, maar op basis van de GPE zal dit niet zo zijn. Hoe moet ik dat interpreteren? Wel, GPE gaat inderdaad van boven de 1 naar onder de 1 op één dag. Maar ja, hoe komt dat? Omdat de verwachte winstgroei van 4 naar 3% daalt. Dat is een daling van slechts 1%. Maar als je van 4 naar 3 gaat, ja, eigenlijk, dan daal je 1 op 4. Ja, dat is wel een daling van 25%. Deze waarden liggen zo dicht bij elkaar. Als dan de groei eigenlijk 25% daalt van 4 naar 3, gaat dat gevolgen hebben voor de GPE. Ik heb eigenlijk GPE nooit echt bekeken van dan is het over of onder gewaardeerd. Effectivus zegt ook commonly, dus in het algemeen, maar niet altijd. En ik laat u ook zien waarom. Omdat ik echt wel regelmatig uitzonderingen zie. Ik ga een nieuwe search maken. Het is misschien interessant ook om eens dit aspect te laten zien. Geef mij alle aandelen met een verwachte winstgroei van om en bij de 30%. Stocks. Capital appreciation, verwachte winstgroei. Nu, om en bij de 30%, ik heb dat nog niet veel gezegd, maar dat programmeer je als volgt. Je zet niet is gelijk aan 30, maar je zet hier near. Value, custom value 30. De price earning gaan we rond de 25 zetten. Capital appreciation, price earning, near 25, 25. Ik ga nu de search laten lopen. En wat zie ik dan? Salesforce. De groei is hoger dan de price earning, dus de GPE ligt vlak boven de 1. Salesforce is desalniettemin licht overgewaardeerd. Dit aandeel, ik had er nog nooit van gehoord, overgewaardeerd. Waarom had ik er nog nooit van gehoord? Een RS van 0,8. Je kan ze natuurlijk niet alle duizenden kennen. Maar het gaat hier over overgewaardeerd. En hier ook, kent u deze? Overgewaardeerd. Dus, zou dat niet, als gezegd, over ondergewaardeerd, zou ik eerder koers met value gaan vergelijken. Maar niet puur naar die GPE zien. Want in uw voorbeeld, Sjors, geeft 4 naar 3%. Ja, dat lijkt maar 1% naar beneden, dat is niet veel, maar op 4% is dat natuurlijk heel veel en dan ga je deze conclusies trekken, dus dat zou ik persoonlijk niet doen. Goed. Jan. Jan. Ik zeg vaak tegen nieuwe abonnees of mensen die geïnteresseerd zijn, kom eens naar de workshop, praat met de aanwezige abonnees. Zij zijn vaak de beste reclame. Vectorvest en ik denk dat ik Jan zo wel mag omschrijven. Ik denk als ik morgen er de bra aan geef, ik wou bijna zeggen als ik morgen doodval, maar zo'n dingen mag je niet zeggen natuurlijk, dan denk ik dat Jan een goede opvolging voor mij zal zijn, want Jan is bijzonder groot fan van Vectorvest en nog een veel grotere fan van de Near Perfect Indicator. En de Near Perfect Indicator, daarvoor heb je ProTrader nodig. En dit kreeg ik gisteren in mijn mailbox. Beste Tom, eigenlijk is dit niet echt een Q&A-vraag, maar een aanmoediging naar onze leden toe om die kleine eenmalige kost voor ProTrader aan te schaffen, zodanig dat zij het nut van de Near Perfect Indicator kunnen inzien. Ideaal om te kijken wanneer te kopen en even belangrijk wanneer te verkopen. Ik gebruik mijn eigen Unisearch MA Stop, het 5-daags SMA van de stoploss, boven het 40-daags SMA van de stop. Ik heb die aangevuld waarbij ik ETF's ga vermijden en waarbij aandelen niet op sell mogen. Ik laat iedere dag de search lopen en ik bekijk de grafiek kritisch op zoek naar mooie aandelen. Open volgende aandelen is BAKT. Op 13 januari gaat het 5-daags doorheen het 40-daags SMA van de stoploss. Bovendien was er in de voorgaande dagen een opstoot van de
Vijfdaags SMA van Relative Timing. Het aandeel noteerde toen $3,20. Ideaal moment om in te stappen. Toegegeven, de parameters waren niet schitterend en het was een klein aandeel. Nu, subiet laat je ook grote aandelen zien, dus ik laat ze even allemaal zien. Sindsdien noteert het vijfdaags SMA van de stop, constant boven het 40-daags. Het noteert nu aan $11 of een virtuele winst van $252. DAKT. Ook dat heb ik nog heel vlug gezegd, vlak voor mijn webinar begon. DAKT. Dus we gaan naar de Near Perfect Layout. Dat is een hele belangrijke. Kijk, Graph Layout, Near Perfect Indicator. Deze moet je openen. En de datum die Jan schrijft was 13 januari. Het 5 gaat door het 40-daags van de stoploss. 13 januari. Ik ga mijn deadline zetten. Dat moet hier ergens zijn. 11 januari. 12:13. Het 5 gaat inderdaad door het 40-daags SMA van de stoploss. Als we inzoomen. Ik kan misschien die RT uitvinken, dan ga je dat makkelijker zien. Die blauwe lijn is het 5-daags SMA van de stop en die rode is het 40-daags. Ik weet dat Jan altijd op zo'n momenten instapt. Natuurlijk niet bij alle aandelen, maar ik weet dat hij iedere dag die strategie blijkbaar laat lopen, waarbij je op zoek gaat naar crossovers, dat het 5-daags SMA van de stop doorheen het 40-daags gaat. En we zien inderdaad, de koers is in die periode van 3 naar 11 gegaan. Oké. Fico, en dat is wel een groot bedrijf. Fico, ga hem even openen. Ik veronderstel hier een crossover. We gaan eens kijken naar de mail van de Janne. Op 10 november vorig jaar gaat het 5 doorheen het 40-daags. Bovendien was er toen een uitbraak van de 5 SMA van de korte termijn momentum op earnings. Ja, hier zie je dat. Hè. Dit is het 5-daags SMA van relative timing. Stijgt hier van 0,85 naar 1,05 naar 1,24 op earnings blijkbaar. Oké. Aandeel noteerde 5,81. Ideaal voor een instap. Vijfdaags SMA van de stop. Noteert altijd boven het 40-daags op een kleine dip na. Momenteel noteert het aandeel $1042 of een winst van 79%. Dus waar Jan altijd naar kijkt is, ik stap hierin en het blijft erin zolang het vijfdaags SMA van de stop niet onder het 40-daags gaat. Dus dat gebeurt hier even. En hier is het erboven gegaan. Dan zou je kunnen zeggen, oké, als dit gebeurt, ga je dan afwachten nog op een sell. Geef je dat nog 2, 3 dagen voor te herstellen. Dat moet ieder voor zich uitmaken natuurlijk. FTAI. FTAI. Dan zie je al wat er gebeurt, zeker. December vorig jaar. Ook hier het 5 door in het 40-daags van de stop. Uitbraak van 5 MART noteerde toen $17 op 14 december. 14 december. Dat is dan hier. Ik weet dat Jan geen trader is, want ik plaag hem daar soms mee van, ja, maar jij met korte termijn trades. Natuurlijk, Jan trade wel, maar als de trend, Jan is ook een enorme trendbelegger. Dus als de trend goed zit, stijgende trend, Jan gaat nooit verkopen aan 17 en verkopen dan 23, dat weet ik zeker. Trend is your friend, daar is Jan enorm van overtuigd. Ik denk Luc uit Brugge ook. Ik heb heel veel luxe tegenwoordig, ik moet wel oppassen. Enfin, niet oppassen, maar... Ja. Het 5 altijd boven het 40-daags. Hier even die crossover en dan terug naar boven. Hetzelfde verhaal bij Adobe, ANF, FG, FTI.
Die ga ik allemaal niet laten zien, maar ik ben wel blij. De grote jongens zitten er ook tussen. Synopsis, Meta, Eli Lilly. Als we toch eens gaan kijken naar bijvoorbeeld de synopsis. Dat heb ik nu niet bekeken. Maar ik ken hem al te goed, omdat ik hem natuurlijk zelf al vrij lang in portefeuille heb. Maar ik ben geen trader. Ik ga er hier bijvoorbeeld niet uit. Ik zit er al heel lang in. Dus ik kijk daar zo niet in, maar naar. Maar als instapmoment vind ik natuurlijk wel heel interessant. Hè? Dat is hier weer. Hier botst hem erop. Hij gaat er net niet onder. Hij botst net niet. Hij zit er voorlopig nog altijd boven. Nu, die Near Perfect Indicator. Mijn plan is om iets helemaal uit te werken. In mijn hoofd is dat al volop bezig. En dat in de januari workshops echt te doen. Ik was aan het twijfelen voor november. Maar ik heb nog heel veel proefabonnees. Die gaan het misschien ook heel leuk vinden. Maar ik wil het nog iets meer hebben over kwaliteitsaandelen in november. Maar januari, putke winter, wil ik echt iets uitwerken met die Near Perfect Indicator. En iedereen kan het 1 maand gratis uittesten. Ik weet dat Jan dat ook heeft gedaan. Daarvoor heb je ProTrader nodig. Hè. Dan kan je dit zelf gaan programmeren. Want dit is natuurlijk iets wat Jan zelf doet. Geeft mij alle aandelen via de zoekmachine. Heb ik dat nu zelf al gedaan? Tom, dan weet ik het al niet meer. Hier, Tom Near Perfect Indicator. Geef me alle dagen, alle aandelen waarbij vandaag het 5-daags SMA van de stop doorheen het 40-daags SMA van de stop gaat. En gisteren was dat niet het geval. Eergisteren en 3 dagen geleden ook niet. Ik zal hem eens laten lopen misschien. Ja, we gaan even kijken. Je kan dan natuurlijk nog andere indicatoren op loslaten, hè, parameters op loslaten. Je kan zeggen, oké, ik wil dit doen, we aandelen met een RS hoger dan 1,20. Dus we gaan eens kijken nu. Wacht, hè. Ah, ik zit op 3 november. Ik dacht al, hier klopt iets niet. Oké, opnieuw. Dus die aandelen, dat was 2 weken geleden. Vandaag. De eerste is een bekende natuurlijk. Die zal wel in veel portefeuilles zitten. Supermicrocomputer. Ik denk een van de aandelen die het meest werd ingestuurd voor de workshopcompetitie. Die abonnees die dat hebben sinds het begin dit jaar, ja, die zijn, ik denk dat dat abonnement al voor een aantal jaar is terugverdiend. Van 80 naar 288. We gaan eens kijken. Hè. En we gaan zien, hier nu is er terug een crossover op vrijdag, waarbij het 5-daags SMA van de stop los doorheen het 40-daags gaat. Wow. En daarvoor heb je natuurlijk ProTrader nodig. Dat is eenmalig te betalen, maar alvorens u het zou kopen, want Jan spreekt hierover, die kleine eenmalige kost natuurlijk, klein, dat is voor iedereen anders, Jan, iedereen werkt met een ander budget. Mensen met een heel groot budget, mensen met een beperkter budget, dus ik laat me nooit uit of iets duur of goedkoop is. Maar dat is eenmalig te betalen, dat is niet ieder jaar opnieuw. En vooral, u kan het 1 maand gratis uitproberen. Hiervoor heb je dus ProTrader nodig. Mail ons belgium@vectorvest.com en vraag 1 gratis 30 dagen ProTrader. 2 zet erbij non-converting. Dan na 30 dagen wordt het automatisch afgesloten en dan wordt er niets aangerekend. En dan kan u zelf bepalen, oh, dat is wel iets interessants of het is toch niets voor mij. Ik denk dat ik zo wel alles heb gezegd. ik kijk ondertussen naar de chats. Ja, hoe programmeer je dat? Ik zal een video, mailt mij zo bij. Ik zal, want anders gaat het echt heel laat worden. Maar als je mij nu mailt, dan zal ik je een video kunnen maken met hoe dat je dit programmeert. Ik denk dat je hebt hier wel ProTrader voor nodig hebt. Dus het 5-daags SMA van de stop en het 40-daags SMA. Dat moet je eerst programmeren. Via Custom Field Builder en dan kan je deze strategie programmeren.
En als je mij mailt, zal ik vlug een filmpje maken. Morgen heb ik het wel vreselijk druk, want ik vertrek al heel vroeg naar West-Vlaanderen. Maar dinsdag heb ik wel wat tijd, Robert. Dan zal ik het vlug maken. Oké. Okay. Robert zegt, MPI kan best geprogrammeerd worden met alerts in plaats van dagelijkse grafiek aan- en verkoopzijde. Jan zegt, dank u. En hier, Hawkins verschijnt vandaag in de Near Perfect Indicator, zegt Christian. We zijn er bijna door hoor. Luc, een van de proefabonnees. En ik heb verschillende Lucs die proefabonnee zijn. Maar ik heb Luc gisteren gezien. Het was fijn om kennis te maken met jou en Gina op jullie stand van Finance Avenue. Hopelijk was het voor jullie een succesvolle dag. Zoals ik had aangegeven, graag een proeflicentie voor de tool die het toelaat om de UpCost MACD in kaart te brengen, tezamen met andere zoekcriteria. Dus Luc, hetgeen u bedoelt, dat is dus inderdaad ook ProTrader. Want bij ProTrader kan je niet alleen de Near Perfect Indicator loslaten, maar ProTrader is een ganse map. Een ganse map. En een van de zaken is aandelen die door de weerstand breken, door de support dalen, 50 en 200-daags crossovers. Maar u wilt dit MACD crossover. Geef mij aandelen waarbij de MACD 12,26,9 boven de signal line is gegaan in de voorbije 1, 2, 3, 4, 5 dagen. U kan het ook below zetten. Dus klik op OK. Hier kan je dan zaken toevoegen. Bijvoorbeeld, geef mij alle aandelen uit de Russell 2000 als je het op kleintjes wilt loslaten, of uit de S&P 500. Bijvoorbeeld met een RS van minstens 1,10. Ik zeg maar iets. We gaan eens even kijken om het te laten zien aan Luc dat je dat zo kunt. Ik ga dat met een eigen layout terugnemen. In mijn eigen layout steekt ergens de MACD. Ik ga inzoomen en dan zien we hier, ik ga de dateline zetten, Luc. Donderdag, histogram negatief. En op vrijdag, de histogram positief. En hier, juist hetzelfde verhaal. Van een negatieve histogram gaan we de dag daarna naar een positieve histogram. Dus daarvoor heb je ProTrader nodig. En Luc, ik weet niet of je al had gemaild. Oh nee, ja, je hebt het gemaild naar Belgium. Maar we hebben inderdaad elkaar gisteren gezien. Ik heb het dan tegen u gezegd. Zet het op mail en u heeft gisteravond gemaild. En mijn collega Gina gaat dat voor u regelen. Ja, en dan is er de andere Luc. De andere Luc en allebei uit West-Vlaanderen. Het is voor mij een beetje verwarrend. Hè? Ik denk dat toch dat de andere ook uit West-Vlaanderen is. Maar deze Luc, ik heb momenteel een proefabonnement en ben vaak aan het experimenteren met Unisearch. Ik kan je alvast vertellen dat ik fan ben van het systeem, niettegenstaande het nog veel geheimen voor mij heeft. Dat is ook normaal, Luc. Je kunt niet verwachten. Even toen ingetekend, dacht ik, na de VFB-webinar. Dat is exact een maand geleden. Je kunt niet verwachten dat je na 4 weken alles al kent. Maar ik verschiet soms al van mensen dat ze na 4 weken al zoveel kennen. Als ik dat met mij in een tijd vergelijk. Nu, ik had een excuus, ik was juist papa geworden. Dus ik had deze maanden er niet veel mee gedaan. Maar het is ja, enorm uitgebreid. Je kunt je houden aan de basis. Maar als je echt alles wilt leren, is het natuurlijk uitgebreid. Zo vroeg ik me af of je aandelen kan vinden waarbij het 50 en het 200-daags SMA gekruist zijn of gaan kruisen. Wel, ook voor u, andere Luc, de map ProTrader. 50 en 200-daags MA staat hier. Geef me alle aandelen waarbij het 50-daags door in het 200-daags gegaan is in the past one day. Die 1 kan u aanpassen tot 30. Boven of onder het 200-daags SMA. Maar u kan het ook doen voor EMA. En weighted moving average. Cost, je kunt zeggen 50 cost door in de 200-daags of is currently of has been. En je kunt ook nog zeggen both averages moving up.
Dus die ProTrader, ook voor u, Anderluc, zou ik zeggen, dat is echt een hele leuke tool. Zet het op mail voor Gina. Mail naar Gina en vraag 30 dagen gratis, ProTrader. U ziet toch nog, heeft de proefabonnement van 60 dagen, dus dan kan je het de laatste 30 dagen van uw proefabonnement uittesten. En dan na die 60 dagen ja, beslissen, gaat u van een proefabonnement naar een vast abonnement? En indien ja, gaat u ook ProTrader aanschaffen of niet? ProTrader zit altijd in een real-time abonnement. Daar moet u dan niet voor bijbetalen. Real-time abonnement is natuurlijk duurder. En dan behoudt u ProTrader zolang u het real-time abonnement heeft. Stel dat je zoiets zet van nee, real-time, dat is voor mij niet nodig. Geen probleem. Dan kan u het aanschaffen eenmalig. Doe het nooit door naar USA te bellen, want dan betaalt u 4,95 via ons altijd 100 euro korting. Dat is via ons 395 euro. Goed, Jan zegt soms valt uw klank een beetje weg, maar het is te doen. Ik heb per tang iets aangepast hier, waardoor ik hoop dat het ja, werkt. Ik heb van niemand anders die opmerking gehad. Dus het is soms wel dat ik zo'n beetje verder van de micro ga en ik moet echt tegen die micro plakken, want anders hoort je mij niet. Oké, Luc G. zal ik, zie ik hier. Merci, ik vraag het aan de kerstman. Ik weet niet dat het kerstvrouw is dat u bedoelt, dat zij daarover moet beslissen. Maar inderdaad, Sinterklaas komt er ook nog aan, Luc. Oké, goed. Ik ga eens kijken. Yves zegt hier, waar kan ik de moving averages 5 MA stop en 40-daags SMA stop terugvinden om een search aan te maken? Ik denk dat dit de laatste vraag is. En dat is eigenlijk ook de vraag van Robert. En ik ga het u gewoon laten zien. Voilà. U moet dat gaan bouwen in Custom Field Builder. Dus we gaan naar Tools, Custom Field Builder. En we gaan dus het 50 en het 40-daags SMA van de stoploss doen. U heeft hiervoor dus ProTrader nodig. Maar als je ProTrader hebt, hoe doe je dat nu? Je moet een stop losnemen hier. Fields, capital appreciation, niet, wel price volume en dan neem je de stop. En dan klik je hier op moving average, 5-daags. Wat hebben we nu gedaan? 5 SMA stop. Ik klik op valideren. Ik klik op Save Change. Vervolgens gaan we het 40-daags SMA van de stop programmeren. Oké, Fields, Price. We kiezen terug stop los. Ik neem weer een Moving Average, want 40-daags staat er niet tussen. Dus kiest u voor Custom. 25 veranderen we naar 40 dagen. Ik klik op Oké. Ik verander de naam naar 40 SMA stop los. Altijd valideren, altijd bewaren. En dan kan je dat, en ik kijk vooral terug naar Robert ook, kan je dat gaan toevoegen in een Unisearch. We gaan een search maken waarbij, ik zit nu in Europa, het 5-daags SMA van de stop los doorheen het 40-daags gaat. Hoe doen we dat? Parameter, aandelen, stocks, My Custom Fields. Pak My, want die hebben we net aangemaakt. En wat ziet u hier staan? Het 5-daags SMA van de stop gaat groter dan het 40-daags SMA. Waar vindt u het 40-daags? Net hetzelfde. Aandelen, My Custom Fields, 40-daags SMA van de stop los. En als je dan zegt 1 dag geleden en 2 dagen geleden, moet het 5-daags SMA lager zijn dan het 40-daags. Wel, dan heb je, Robert, wat dat je wou weten. Geef me alle aandelen die de voorbije dagen het 5 SMA van de stop onder het 40 zaten. En vandaag gaan ze erboven, dus een positieve crossover. Voilà. Mijn komende webinars, nu komende zondag, de 26e, is er 's avonds het journaal.
De workshops starten morgen in Brugge, maar als u niet kan komen tot een van de locaties, weet dat ik op zondag 3 december ook de workshop zal streamen. Dat is, we beginnen er dan aan om 9:30 's morgens. En dan hoort u me nog twee keer in december op zondagavond. Op 10 december is er per zaken met Vectorworks mijn Q&A dus. En op 17 december is er het journaal. Normaal gezien, het is altijd op zondagavond, maar u neemt het mij niet kwalijk dat ik op zondag 24 december en zondag 31 december heel even vrij afneem, die twee avonden. En dan ben ik er terug op zondag 7 januari met de workshopcompetitie, de resultaten van 2023 en het lanceren van de wedstrijd in 2024. De workshops beginnen morgen. Het zijn de laatste workshops voor dit jaar, dus ik hoop u te mogen verwelkomen. Op maandag 20 november in het immer gezellige Brugge. Dinsdag 21 november in Mechelen. Donderdag 23 november in Ramsdonk. Telkens starten we om 7 uur 's avonds. Zaterdag 25 november in Eindhoven, maar dat is om 9 uur 's morgens. En dan volgende week, maandag de 27e in Gent. Dinsdag de 28e in Geel. Woensdag de 29e in Lummen en donderdag de 30e in Kortrijk. U ziet het, het waren drukke dagen, het waren drukke weken en maanden. En het blijven de komende 2 weken nog heel druk. Maar goed, u weet dat ik dit altijd heel leuk vind. De workshops om met mijn abonnees te praten, te ontmoeten. Dus ik hoop dat u allen massaal present bent. Voilà, we zijn er door voor vandaag. Ik hoop dat u het boeiend en leerrijk vond. Ik zou zeggen, uw feedback is ten allen tijde welkom. Op het mailadres belgium@vectorvest.com. Ik wens u een fijne voortzetting van deze zondagavond en heel graag tot binnenkort.